De 32-jarige Bossenaar Henk van der Schans is zondagavond vermoord. Van der Schans is vanuit een van zijn eigen appartementen op de 24e verdieping van een flat naar beneden geduwd. De daders zijn nog voortvluchtig en de politie is bezig met onderzoek. Van der Schans woonde afwisselend in Den Bosch en Fortaleza voor de verhuur van zijn appartementen. Zijn lichaam is geïdentificeerd door bekenden uit Brazilië en is al vrijgegeven door de lokale autoriteiten. Zijn familie is woensdagmiddag richting Brazilië vertrokken en is door het Nederlandse consulaat opgewacht voor de verdere afwikkeling en de